vind je van die 100% controle van Mojo? Ja, ik vind het eigenlijk wel goed. Ik denk dat het belangrijk is dat zeg maar, er geen winst wordt gemaakt op de kaartjes. Maar dat het gewoon gaat om degene die de kaartjes kopen voor het concert. En niet om er winst op te maken. Ja, je legitimatie mee? Ja, in de auto. Ik moet zo nog terug. Ja, want dat is nieuw, hè? Je moet je nu legitimeren met je kaartje. Ja, dat klopt. Ja. Wat vind je van dat hele idee? Ik vind het wel goed, denk ik. Dan kunnen ze niet kaartjes opkopen en doorkopen of doorverkopen voor veel meer geld. Het is lastig omdat de kaartverkoop begon een jaar geleden al. Dus je kan eigenlijk totaal niet zo ver plannen. Maar het is wel goed omdat er is minder illegale doorverkoop. Nou ja, ik snap wel dat het voor heel veel mensen ook vervelend is. Omdat het meestal zo lang van tevoren is. En dan weet je niet zeker of je nou echt gaat kunnen. Dus ik weet niet, ik vind het aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant is het ook van ja, het is niet heel handig af en toe. Kopen jullie wel eens kaart op de zwarte markt? Ik ook, nee. Want zoveel geld verdien ik niet in een maand zo. Dan moet ik heel lang werken, wil ik zo'n kaartje kunnen kopen. Ja, dus jullie juichen eigenlijk die 100% controle wel toe? Ja, ik vind het een hele goede zaak. Ja, zeker.